Het is tijd voor digitale wetgeving, evenals het investeren in digitale transformatie op alle gebieden in Suriname. Het collectief standpunt van enkele deelnemers op de derde en laatste dag van de Social Media Conferentie 2023. Onze redactie maakte het volgende verslag. Social Media Conferentie 2023, digitale transformatie in Suriname. Daar gaan we enkele deelnemers over spreken, hoe zij daar naar kijken en hoe het op de beste manier gedaan kan worden in Suriname. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Lambert Petrucci brengen wij u dit verslag. Ook meegedaan aan de Social Media Conferentie 2023. Hoe reflecteert u op deze drie dagen? Toen ik hier kwam was voor mij eerst belangrijk die energie en ik voelde me welkom. Ik ben althans hier zo omdat ik wil meegaan met de trends. Als bedrijf, ik heb mijn eigen bedrijf, wil je weten wat er allemaal gebeurt. En ik vond het best wel interessant om op de hoogte te zijn van de laatste snufjes, de laatste ontwikkelingen. En dat je eigenlijk ook je netwerk kan uitbreiden op zo'n event. Het is een hele positieve ervaring. Digitale transformatie is het proces waarbij organisaties hun activiteiten herzien en aanpassen met behulp van digitale technologieën om efficiënter te worden. Het omvat technologische en culturele veranderingen en is gericht op het benutten van digitale mogelijkheden voor groei en aanpassingsvermogen. Enkele deelnemers zijn van mening dat het op gang brengen van digitale transformatie in Suriname essentieel is voor haast elke branche. Niet alleen de bedrijven, moeten stappen maken, maar ook de regering moet stappen maken qua wetgeving enzovoort. Kijk, PayPal, want ik heb PayPal, ik ben iemand, als ik met een probleem zit, probeer ik oplossingen te vinden. Toen ik op een gegeven moment niet kon ontvangen via PayPal, zag Suriname is niet in het bestand, Suriname heeft beperkingen, zei ik van, maar hoe kan je het oplossen? Ze gaven toen aan van, je moet met de regering praten en in feite moet er regelgeving gemaakt worden. Nou, dat is eigenlijk al een aantal jaren terug hoor. En bij verschillende gelegenheden heb ik in feite gebruik gemaakt om dit aan te kaarten. En je ziet dat men stappen probeert te doen. Waaraan het nog steeds ligt, dat het nog niet is, dat weet ik niet. Maar ik denk, niet stilstaan, dat is de enige oplossing. Je moet blijven werken aan oplossing brengen. De digitale tijd, ik omarm het met beide handen. Ik kijk er heel positief tegenaan. En net heeft een van de sprekers ook aangegeven, zoals elk ander ding, heeft ook de digitale tijd, waar we nu staan en waar de toekomst ook mag gaan, heeft zijn good, zijn bad en zijn ugly side. En laten we dingen maar omarmen en kijken hoe we het beter gaan doen. Deelnemers willen een snelle verandering zien in het beleid, ook vanuit de zijde van de regering. Ondernemers hebben al te vaak te kampen met de nadelen hiervan. Ook roepen deelnemers op om onder de ondernemers tot onderlinge samenwerking te komen voor het versnellen van dit proces. Digitale transformatie is in feite een must. Dat het in feite nog niet is waar het moet zijn, dat vind ik eigenlijk zonde juist. We zouden veel verder moeten zijn. Kijk, persoonlijk, ik heb PayPal. En ik kan overal alles kopen in de wereld, dus het geld kan weggaan. Maar het moment dat ik als bedrijf wil ontvangen, is het best wel moeilijk. Je hebt veel barrières en dan heb ik het bijvoorbeeld over een microtransacties als je kleine spullen wil verkopen. Die fees zijn dan te hoog. We zouden in feite al naar opties moeten kijken om dat soort zaken makkelijker te kunnen regelen. Dus voor mij is belangrijk dat de banking sector moet samenwerken, dat er een integraal platform komt. We hebben een B-net, maar er is nog geen koppelingmogelijkheid voor ondernemers om hun systemen te koppelen waarbij ze internationaal kunnen verkopen. En dat houdt het land in feite tegen ontwikkeling. De Sociale Media Conferentie is dit jaar voor de zevende keer gehouden met meer dan 40 sprekers uit Suriname en het buitenland.